We tellen even tot 10 en dan gaan we de poort open doen. Dan gaan we met z'n allen. Komt ie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Jelmer en Zeg ook, het is Fee. Kapertje is nu 20 jaar werkzaam bij de Avonturenpark. En Jelmer! 20 jaar! Geen 20 jaar, maar ik ben 20 jaar hier. Nou. Geen 20. Veel plezier! Dag. Ja, nou ja, ik heb de kapertje pin toch kunnen krijgen. Ze zeiden dat ze uitverkocht waren. Maar gelukkig was dat niet zo, dus dat was hartstikke fijn. En ik ben er ook blij mee. Dus we gaan door denk ik naar Belagos. We zitten nu in Belagos. Eerst die ritje van de dag. Helemaal mooi. Helaas niet vooraan. Maar ja, we moeten het niet, natuurlijk niet drukken. Nou, het is vrij koud. Dus hopelijk komen we hier levend uit. Hartstikke idee! Maar die heeft twee keukentrucks, deze heeft een roeping en een keukentruck. We lopen om de brakes. Nou, waar zullen we nu naartoe gaan? Ik denk even de Kalimantan misschien even pakken. Welkom allemaal op de Sungai Kalimantan. Dit is de langste rapdriver van Nederland. En wist je dat er 10.000 liter aan water wordt gepompt? Dat is heel erg veel. Dus voor watergebruik is dit, komt het heel veel centjes. Hier hebben we een soort. Ik zag dat de waterval ook weer deed, want in oktober deed hij het helaas niet. Maar nu doet hij het weer. Dus het is weer heel mooi. Nou, hij doet het eindelijk weer, dus dat is hartstikke mooi. En actiefotootje. Even straks even kijken hoe die eruit. Dat was weer een lekker ritje in de Sungai Kalimantan. En ik loop nu in de wachtrij van de Riorad. Dus de Riorad is een Kona Junior Coaster. En ik denk dat we daar even een ritje in gaan maken. Want kijk, er staat helemaal niemand. Dus dat gaan we even doen. Dus tot zo. Die was heel koud. Leuk dat ze wat mee gedaan hebben. Dus ik weet niet waar we naartoe gaan, maar dat zien jullie zo. De toiletten van bij de Riorad en de Donderstenen en zo. Oh, daar gaat die net. Die is opnieuw gemaakt. Opnieuw geschilderd. Dus ziet er weer nice uit. We zitten nu in de Jungle Expedition. Deze attractie is vernieuwd in 2020. En hiervoor heette die de Jungle Monster. En we gaan nu op zoek naar Rotje en Geelsnaf. 1, 2, 3, test. Dit is dag 1 van de opname van mijn log. Tegen de tijd dat je dit hoort, mijn naam is Roger. En ik ben een avonturier. Momenteel ben ik samen natuurlijk helemaal geen snel. Alles weet ik helemaal niks. De reis is goed verlopen. En de landing met vliegtuig ging ook prima. Niet waar! Mijn veren zitten nog steeds in de war. Geelsnavel overdrijven dat we binnenkort een aanwijzing vinden. We hebben al veel mooie wilde dieren gezien. Mooie wilde dieren? Maar hoela! Vanochtend
Niet zeuren, Geelsnabel. Je hebt genoeg koetjes in je rugzak. Ik ben verbaasd. Ik heb een kater in. Nou, volgens mij zag ik hem liggen. Van mij is gestorven met vele kater. Ik sta nu in de souvenirshop en er is heel wat veranderd inmiddels. Waarom eigenlijk? Aangezien Helidon nu ook een samenwerking heeft met de pretparkwinkel, kan je daar ook allemaal dingen kopen. De pin en zo. Linkje ervan staat in de beschrijving. Waarom staan hier weinig Helidons? Nou, er zijn meer externe bedrijven ingekomen. Wat betekent extern? Dan zijn andere bedrijven buiten het avontuurpark, hebben ze meer hierheen laten komen. Daarom hebben ze zo weinig souvenirs. Nu hebben ze alles bijna een beetje in elkaar geplaatst, verplaatst, hoe je het ook benoemen. Daarom zijn hier weinig Helidons souvenirs. Ik vind het heel erg jammer. Maar er zijn nog zeker hele leuke shows. Ik zou niet keer gestudeerd, want het is gewoon feest vandaag, hè? Heel goed! Papa's en mama's. We zitten nu in de oldtimers. Deze is al gebouwd in de jaren 70 en 80. En deze is vernieuwd in 2021 en deze kwam tegelijk met een monorocast magnetica die nu ook gesloopt is. En dus we gaan even kijken wat die te doen is. Er zijn kaarsjes toegevoegd bij de koeien, nog geinig. Vorige week lagen ze er niet, maar hier, schapies. Vanavond liggen ze op mijn bord, namelijk lekkere broodjes shawarma. Dit zijn de brievenbus van Johnny de Mol, Dolly Varkentje, Henny de Kalkoen, Happy de Pony, Sikkie de Geit, Jaapie de Ezel, Guusje de Gans en Paukje de Stier. Een stier, een hele grote stier. Dat is tweede paasdag, maar het is vandaag dus ook Kareltjes 20ste jubileumjaar. Jasmijn, het is 1 uur, kom op, iedereen zit, hallo. Jongens, ik haal Jasmijn even op, wacht even. Jasmijn, hallo, kom op nou, hallo. Kareltje en Jasmijn. Jasmijn, kom op nou, we moeten beginnen, want iedereen zit dan, wat ben je? Ja, ik ben ook hier. Ik ben hier, dat kan niet, kom op, we moeten beginnen, de mensen komen. Jasmijn, wat ben je?
Jongens en meisjes, mama's en mama's, opa's en oma's, wat is het vandaag? Het is... Ja, mijn tante heeft een hond, ja. En als ze die hond uitlaat in het bos, doet die hond helemaal niks. Mijn tante doet van alles, maar die hond doet helemaal niks, ja. En dan neemt ze die hond mee naar het strand, doet die hond van alles. Dus in het bos doet hij niks en op het strand van alles. Hey, gek, hè? Ja, wat is dat dan voor een hond? Een zeehond. Heel erg lang, hè? Toen was jij een heel klein jasmijntje. Toen was een heel klein jasmijntje. Ja, heb wie van de papa's en mama's weet het misschien nog. Heb je daar nog foto's van? En ja. En in 2003 zijn we begonnen met Kareltje en Pet. Kareltje en Pet? Ken je die? Nee, ik heb zijn naam wel gehoord, maar... Ja, ja. Heel leuk, ik heb namelijk een foto. Kijk eens, van vroeger. Ach. Kijk eens even. Hier zijn we. Kareltje en Pet hebben altijd spreken. Nou, kom Pet. Kareltje bakt taarten met een slagroom hele grote. Ja, Pet is overal op zoek naar een geheimtje. Samen leuke dingen doen, echt cool en vet. Ja, dat zijn Kareltje, Kareltje, Kareltje en Pet. Even kijken, nog eentje op straat. Hier. Hé, hey, maar deze ken ik. Het zaadbad is. Leuk. Oh. Ik pak een taart voor jou fijn en mij. Voor jou fijn en mij. Voor jou fijn en mij. Een mooie slagroom. Ja, die is ook kok geweest. Maar wacht eens, hier staan allemaal taarten in. Precies, allemaal taarten. En ik zat dus te denken, misschien kunnen wij samen wel een taart gaan maken. Dan maken we een ijstaart, want die heb ik nog nooit gemaakt. Een ijstaart, okay. Dat ziet er wel heel lekker uit. Wat hebben we nodig? Meel hebben we. Ja. Kareltje. Kareltje, ik heb de spullen voor je. Hij is op de Noordpool. Hier links en hier rechts. Oh, jongens. Rood, 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 rood. Oh, jongens. Oh, ik vies je alles. Oh, jongens. Oh, wat is het? Doei. Hij is weer. Zo. Ja, had je het door? Had ik het door? Nee. Was net echt. Ja, toch, hè? Kijk, kijk, Kareltje, ik heb wat voor je meegenomen. Nee, ik pak het wel. Dat maakt het helemaal voor jou, hoor.
Wauw, kijk dan. Wat een gave. Jasmijn, je hoeft niet te zoeken. Ik heb een ijsje. Ik heb een ijsje gezocht. Nou jongens, hoe kan dit nou? Ja, dit leg ik wel eventjes hier neer. Oké, alle papa's en mama's in de zaal moeten ook even helpen. De hele zaal, wrijf maar even in je handen. Heel goed. En dan blazen we de wanten naar Kareltje. 1, 2, 3. Zo. Oh, hallo. Hey, Jasmijn. Kareltje, je bent er weer. Oh, ja, kom op. Zo'n beetje zeg. Oh jongens. Nou, wat was dat ineens voor een storm? Maar kijk eens, we hebben, gaat het? Ja. Hey, doe maar hierop. We ja, hebben, zeker? Zeker weten. Voorzichtig, hè? Okay. Jongens, leg ik hem gauw weg. Okay. Nou, kunnen wij eindelijk die taart gaan maken? Nee, wacht even met die taart. Ho, 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 ho. Dat duurt natuurlijk heel lang voordat die taart pas klaar is. Het was wel een leuke show. Leuker dan vorig jaar. Leuker dan vorig jaar. De show van Kareltje en Jasmijn. En ik denk dat we nu even naar de waterval gaan. Ja, het is wel de eerste keer van dit jaar dan. Dus tot zo. Dit wordt voornamelijk gebruikt bij Screams. Hebben ze opnieuw gerenoveerd, als ik het zelf. Ziet er frisser netjes. Wat ik van de team ik vind, matig hier ook. De thematisering kan hier veel beter. Bij Hexedon hadden ze een boomstam van de Wildwaterval afgehaald. En dan gebruikt bij Fort Knalkruik daar, hoor. Lopen we straks wel even naartoe. Maar dan kan je bijvoorbeeld vlakbij de drop even neerzetten. Dat is heel mooi. Dat is heel erg mooi. Daar heb je de zweefmolen. Dus. Tot bij de spullen. Godverdamme, jongen. Nou, helemaal mooi. Ik ben shy nat. Oh mijn god, ik had helemaal niet verwacht van mezelf. Vorig jaar werd ik minder nat dan nu. Maar even door naar Belagos denk ik, want daar kan je lekker op doen. We zitten nu in Belagos. Even je zo afdrogen. Door naar de volgende attractie. Volgens mij is bij de uitgang een deur geplaatst. Want vorige week was ik hier ook, maar kon ik hem niet herinneren. Dus dit stuk, dit is de uitgang. Misschien is dit wel nieuw gemaakt, ik weet het niet. Maar zie hem van de zon. In de vorige video liet ik dit zien dat het heel erg strak zat. Maar nu is het ietsjes los, dus dat is hartstikke fijn. Maar nu heb ik, ik vind
ik heb nu eigenlijk een probleem met deze, eigenlijk, met deze wielen. Want deze gaan ook heel strak. En ze gaan tegelijk. Dat is zo jammer. Maar ja, ja, wat moet je ermee? Maar ja, Ridderstrijd, ja. Die staat er maar te staan, die is maar... Daar staan wel de achtbaan onderdelen, dus daar gaan we nu wel even naar. Kijk, nu, nu liggen ze daar. Geloof ik zijn alle treinen klaar. Maar nu, ja, nu staan alle onderdelen daar. Dus ja, jammer. Hopelijk is die van de zomer af hoor. Ja, ik vind dat steeds echt heel jammer. Ik sta nu even in de, ja, in de beer, bij de beerboom. In Dreumesland. Maar in Dreumesland is echt... Er is hier een beetje een maf geurtje. Een beetje een barbecue geurtje. Ja, ik denk, ze gaan hier niet lopen barbecue, dat weet ik zeker. Dan is het dan aan de andere kant van het park, denk ik. Maar... Of paasvuur kan het natuurlijk ook zijn, want het is vandaag tweede paasdag, wanneer ik dit opneem. Maar man, maar... Dat is richting Ben & Jerry's in Hellendoorn, want Ben & Jerry's wordt hier ook gemaakt in Hellendoorn. Maar ja... Het is hier eigenlijk een mafgeur, een ja, mafgeurtje. Maar dan moet je me een keer even ruiken. Zeg een moed, ik wil met jou naar het feest toe gaan. Wil je vanavond met me meegaan? Ik voel mijn hart steeds sneller slaan. Het is feest! Het is feest, het is feest, het is feest vandaag. Het is feest, het is feest, het is feest vandaag. Hier heb ik zo lang verwacht. Maar samen met jou. Voor vandaag. Hopelijk hebben jullie van deze video genoten. Wil je meer weten over de avontuurpark en over achtbanen natuurlijk? Nou, like deze video en abonneer op mijn kanaal zodat je geen enkele video mist. En ja, staat er ook nieuw. Tot ziens en hier uit Hellendoorn ga ik ook zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende video maar weer.